vaak gebruikt u de auto? Dagelijks. Waarvoor? Woon-werkverkeer. En ook voor privé-doeleinden. En denkt u er wel eens aan om het OV te gebruiken? Ik denk er wel eens aan, maar dat leidt niet, meestal er niet toe dat ik het ook gebruik. Maar als ik in het weekend in het centrum van Utrecht moet zijn, dan ga ik met de auto naar een parkeerplaats aan de rand van Utrecht. En dan ga ik, let op, met de bus naar het centrum. Want hoeveel tijd scheelt het voor u als u van huis uit naar werk gaat met de auto en met de bus? Nou, ik weet niet hoe het met de bus is. Met de auto wordt het ook al lastiger, want voor hetzelfde geld sta je op dat korte stukje ook alweer in de file. Maar met de bus denk ik dat ik zo anderhalf uur verder ben. Ik vind het ook niet aanlokkelijk om meteen, 's morgens vroeg meteen zo'n eind te lopen al. En dan in zo'n bus, ik word ook niet echt vrolijk van bussen. Ik word niet vrolijk van NS-stations, ik word ook niet vrolijk van bushaltes. Heeft de auto voor u een symbool van vrijheid? Nou ja, ik geloof het wel. Het is natuurlijk ook een vervoermiddel waarbij je dus makkelijk gewoon op pad gaan kan. Nou is het wel zo, dan kom ik weer op Frankrijk. Als ik daar ben, is de auto veel aantrekkelijker dan hier. Omdat ik daar zijn geen files, daar is heel weinig verkeer. Daar kan ik altijd over waar ik moet zijn, kan ik gewoon dichtbij parkeren waar ik moet zijn. Dus daar geniet ik van autorijden veel meer dan hier.